De la EPA. Meneer de Bouffrie? Waar heeft u nou een persoonlijk assistent voor nodig? Haha. Interieur is geordend en u zelf chaot. Nou, dan bent u bij mij op het goede adres. Ik kom eraan. Stadje naar de vesting, heel mooi gelegen midden in het Gooi. En hier zetelt Nederlands enige echte meubelkoning Jan de Bouffrie. Nou heeft Jan de Bouffrie volmaakte harmonie bereikt in zijn leven als zakenman, als echtgenoot. En ook zijn interieurs zijn helemaal symmetrisch en op elkaar afgestemd. Dus eigenlijk heeft hij mij niet nodig. Maar wist u dat Jan de Bouffrie in de woelige 60e jaren op de Rietveld Academie heeft gezeten in Amsterdam, bakkenbaarden had, woeste haren en een echte kunstenaar was, waar is die gebleven? Oeh, dat is een slecht begin om hier gewoon maar een meeting in te hollen. Meneer de Bouffrie, het spijt me zeer. Dat is mijn eerste werkdag, ik weet nog niet helemaal hoe het hoort. Goedemorgen. Ik weet het al, Anne. Ja, dat is logisch met dit weer. Goedemorgen. Hoe maakt het? Goedemorgen. Is dit een besloten meeting, zal ik... Nou, je mag erbij zitten. Ja? We praten over computers. Oh, nou, dat vind ik heel interessant. Zou ik hier eens mijn plek? Ik had altijd verwacht dat je met een roze pakje zou komen. Nee, ik heb maar speciaal voor u. Kijk, ik heb iets helemaal... speciaal gedaan. Oh, nou ja, maar we harmoniëren zo toch wel. Het is perfect, zou ik even jas aan. Kijk, het is een hier, dat is fijn. Wordt meneer de Bouffrie gecomputeriseerd? We weten eigenlijk alles. We hebben nou al, zijn al 5,5 maand bezig met rapporten en met prijsopgaves. En ik zou het gewoon willen laten functioneren. 5,5 maand al? Voor computers schijnt dat heel normaal te zijn. Daar begrijp ik ook niets van. Ik vind dat wel lang duren, meneer de Bouffrie, hoor. 5 maanden. Kunnen we dat zo lang rekken? Nee. Dan gaan we toch verlies draaien? Ja. En dan heeft het straks nog die 2 andere vestigingen. Ja. Gaat het ook zo lang duren? U was gestopt, hè? Ja, ik ben net weer begonnen. Ja, dat komt eigenlijk door de computers. Ja, dat wil ik me voorstellen. Daar word ik zo nerveus van. Ja. We krijgen om 10 uur Martin Kok. En dan gaan we over living colors praten. Dat is textiel, vloerbedekking en gordijnen. En dan komt meneer Koert Harmen, dat is architect die samen met mij graven bouwt. Waar de tweede vestiging komt. Waar de tweede vestiging komt. U wordt een keten, meneer de Bouffrie. Nee. Een keten zijn minstens 50 winkels. En dan hebben we een brunch. Met een chic gezelschap, neem ik aan. Nou, leuk gezelschap. Oh, ik ben heel benieuwd. En dan om 3 uur, dan wordt mijn beeldje overhandigd. En dan gaan we ook nog naar Almere, want u gaat gewoon een woonwijk daar neerzetten, toch? Ja. Pas ik eigenlijk wel in uw decor, meneer Bouffrie? Fantastisch. Pas ik in uw decor, ja? Fantastisch. Je hebt wel twee dingen aan waar wij altijd van zeggen, groen kost poen. Wat? Hoezo kost groen poen? Als wij een bank stofferen in het groen, wordt die niet verkocht. Oké, ja. Ik ben ook niet te kopen. Nee. En ruiten kosten duiten. Dus ik heb 2 keer woordwaarde? Ja. Hartstikke goed. Kijk, we zijn bezig met helemaal weer nieuwe opstellingen. Wordt altijd ook vergeten, kunst. Kunst hoort in interieurs. Ja, u heeft ook in de Rietveld gezien. Ja. Op de Rietveld. Nou, dit zijn... Dat was uw wilde tijd, meneer de Bouffrie. Dat was mijn wilde tijd, ja. Of dat ooit opgehouden is, weet ik niet. Het is nog steeds zo. Daar gaan we achterkomen vandaag. Waar die wilde meneer de Bouffrie is gebleven. Kijk. Ja. Brute kracht. Vindt u bedden leuk? Ja, ik vind dat slaapkamers... Vertel eens. Dat vind ik nou weer interessant, meneer de Bouffrie. Slaapkamers moeten eruit zien als een soort... Slagroomtaartje. Halve woonkamer. Ik zou bijna even met u in bed willen gaan liggen, maar dat past niet, want ik ben pas een uurtje binnen. Ik vind dat mensen meer met kunst bezig moeten zijn. Omdat kunst, hè, of je nou Herman Brood neemt, of Jan Kramer, of
Aad Veldhoen. Ja. Die vertalen hun tijd. Met name een Veldhoen, die schildert alleen maar wat hij voelt. Of hij ja, de koningin leuk vindt of niet leuk vindt. En daarom vind ik kunst zo essentieel. Maar u bent wel heel erg netjes dan geworden. Hoezo? Nou ja, dit is allemaal mooi wit en crème op elkaar afgestemd. Heeft u nou niet de zin om ze nu dan eens weer lekker te kliederen? Te kliederen met verf. Nee, kijk. Spuitbussen. Spuitbussen. Nou, ja, nou, de... Jointje te roken. Nee, ik heb nog nooit een jointje gerookt. Nog nooit? Nog nooit. Hè? Ja. U heeft in de secties op de Rietveld gezeten. Ik had het niet nodig. Ik heb zo ontzettend veel energie. Hier vergaderen we. Een broodje. Aan de muur. Ik ben nu bezig met huizen te ontwerpen. Dus ja. Ik had er altijd alleen maar binnenhuisarchitectuur gedaan. En er wordt steeds meer gevraagd of ik ook huizen wil maar ontwerpen. Maar kunt u dat wel? Want dan heb je toch ook met fundamenten en constructies, ja, dat ze niet in elkaar vallen. Maar zo, we hebben op de Rietveld hebben we grafostatica, dus we, kunnen, ja, we zijn bijna architecten. Symmetrie. Wat bent u toch symmetrisch, ja, meneer de Boeffer? Ja, ja. Bent u ook zo symmetrisch van binnen? Want het interieur is de spiegeling van... Ik ben chaos van binnen, ja, te zetten, om dan weer... Ja, nou, zie je hoe chaotisch ik ben. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Aspakken. Lijkt allemaal zo netjes. Maar... Wat een domein heeft u, meneer de Boeffer. Leuk, hè? Ja. Heeft u ooit zelf geschilderd, meneer de Boeffer? Ja, dat ging niet goed. Want? Ik ging niet goed? Ja, ik was zelf nooit tevreden. Hallo. Dag. Alles goed? Jan de Boeffer. Lendelé, assistent van meneer de Boeffer. Ja, ik ook. Goeiedag. Lendelé, ja, hallo. Dag. Ja, meneer de Boeffer. Ja. Marco. We zijn misschien nog iets te vroeg, dus... Jullie zijn broers. Nou, beter te vroeg dan te laat. Nee. Oh, jullie zijn al bezig. Ze zijn nog steeds over die computers bezig, zeg. Het is ongelooflijk. Ik ga even koffie halen voor de heren. Ja, wilt u nog koffie, meneer de Boeffer? Ja, heer. Meneer, waar kan ik koffie vinden? De keuken. Ik bied dat genereus aan. En verdwaal volgens hopeloos. Zo. Alsjeblieft. Ja. Die mensen kunnen het allemaal. Kom maar, dat doe ik. Dat hoeft u toch niet te doen? Dus... Gordijnen en vloerbedekking. Het, ja, maar het stuk splitst zich in twee onderdelen. Dus de samenwerking, waarop wij zeggen, de creativiteit van de heer de Boeffer, die hebben wij het hardste nodig. En wij kunnen de disciplines tot uitvoering brengen. Ja. En daar gaat dit voorstel eigenlijk over, om te kijken van wat kunnen we voor elkaar het beste te betekenen, welke combinatie. Maar kunt u het wel aan, want meneer de Boeffer gaat uitbreiden met twee vestigingen? Ja. Ja. Dat die capaciteit heeft u. Het Arsenaal, goedemorgen. Nee, die kan niet gestoord worden. Er zit even een bespreking. Kan ik iets opschrijven? Meneer de Boeffer, hè, voor u. Oké. Hij belt u terug. Bedankt. Iedereen zegt maar Jan tegen die man. Dat vind ik ook niet goed, hoor. Bij meneer de Boeffer gaat alles in tweeën. Symmetrisch. Lampje. Klokje. Vaasjes. Spiegeltje. Kroonluchtertje. Even zitten. Oh. Dus ik help hem eigenlijk een beetje met het runnen van de zaak. Ja, okay. Dus kan ik u iets laten zien? Kom maar. Ja? Oké. Okay. Maar we hebben zelf een verlichtingszaak. Wat zoekt u? We hebben zelf een verlichtingszaak. Heeft u een verlichtingszaak? Ja. Maar u komt hier dus kijken, een beetje ideetjes opdoen. Ja. Bedrijfsspionage. Ja, hoe je het noemt, noem je het. Ze zou het kunnen noemen, ja, inderdaad. Heb ik u mooi betrapt. Ik zal het niet tegen meneer de Boeffer zeggen. Keihard meneer de Boeffer zijn stijl hier een beetje te imiteren. Dat is gek geworden, dat kan niet hoor. Dat ga ik wel tegen hem zeggen. Idioot. Een of andere verlichtingszaak op de Kinkerstraat. Dan komen ze hier kijken hoe het moet. Nou, mooi. Mooi niet? Ja. Je kan gewoon kijken hier hoe het moet. Dat is fantastisch. Mag dat? Ja, misschien kunnen ze nog wat van leren. Ja. Ik hoef niet weg te jagen. Nee, laat ze maar staan. Oké. Okay. Het mag. Oh, die heeft hij geschilderd. Ik vind het helemaal niet zo rottig. Kijk, hier was zijn Rietveldtijd. Zie je? Bakkenbaardjes. Wijde pijpjes.
Kijk dan wat voor gezelschap die was in de Rietveld. Allemaal lang haar, langharig tuig. Ik geloof dat niet hoor, dat hij nooit een jointje heeft gehad. Zie je, nou dan denk ik dat wel dat we beter bij elkaar passen. Zullen we die doen dan? Ja, dan doen we die om. Om 11 uur komt? De architect die de architectuur, zeg maar constructies en alles voor graven doet. Dat heet, dat is heel bijzonder, dat heet ook het arsenaal. Het is niet zo'n toeval, want arsenalen... Dus maken jullie er geen troep van? Arsenalen zijn oude militaire plekken waar alles opgeslagen werd. Waar altijd paardenstallen bij. Doordat graven ook een arsenaal had, ben ik in contact met die burgemeester gekomen. Zou ik voorgaan? Ja, dat hoort hè, mijn dame, want anders kunt u onder mijn hokje in kijken. Ja, wil je hem even helpen? Oh ja, zeker wel. Er zit zo'n klein venijn. Hoe zit het in godsnaam? Oh zo, ja. Oh, komt u binnen? Goedemorgen. Hallo. Hallo. Mylène de La Haye, gaat u zitten in dit uitermate prettig fortuitje. Hallo. Mylène de La Haye. Gaat om dit heen. Is helemaal uitgeklapperd worden? Ja, dat is het gegeven. En dit is de gevel. Kijk, dan ontstaat er dus een situatie waarbij als je even in schaduwen denkt, dat er zo uitziet. Dat is niet goed. En dan zou je kunnen overwegen om hier dan nog eens een keer iets van een hek voor te zetten. Als je vinden wij niks, hè, meneer de Vrie? Wordt gevangenis. Ja, precies. Ja, we hebben net al die tralies weggehaald. Nee, laten we dat maar niet doen. Nee. Laten we wel dat gat maken, dat vind ik mooi. En dan die pui, maar die zou ik dan ook weer van die stalen deuren willen. Ja, ja, gewoon. Dus je zou het over de hele hoogte kunnen maken. Ja, dit monumentaal. Ja. En je krijgt, dat is het grote voordeel. Als je naar binnen gaat. Nou zeg. Wat was het volgende punt? Het volgende punt was deze gevel hier. Ja. Een hartstikke dure pui dit. Ja, dat is waar. Ja. Dus als je er nou... Als je er nou vrede mee kunt hebben dat er hier gewoon iets eigens gebeurt, dan zou je dat kunnen overwegen. Maar dat is een. Nou, maar uw gezicht is hier. Het heeft voor- en nadelen. Ik heb ook gezegd dat ik het eigenlijk niet vond. Ik heb gezegd dat ik. Wat laten we nou. Laten we nou die tekening eens kijken van het binnenplein. Heb je dat er voor bij? Ja. Kijk, ik heb wel helemaal door wanneer dit ergens niet mee eens is. Dan trekt hij een bepaald smoel. Maar wat willen zij nu eigenlijk nieuwe architectuur er tegen? Nou, dat is... Nee, dat kan niet. Dat is wat zij willen. En ik heb ook gezegd... Kijk, ik heb al een idee. Ik ga even een sigaartje. Hier heb je twee varianten. Er zijn twee gezichtspunten die allebei legitiem zijn. Je kunt zeggen, ik borduur voort in de oude architectuur. Ja. Of je zegt, ik ga iets heel nieuws daar neerzetten. Maar wat vindt u bijvoorbeeld van het Concertgebouw in Amsterdam? Daar hebben ze ook een hele nieuwe glazen wand tegen. Dat is toch ik geen probleem? Ik heb u zeggen dat ik de aanpak netjes vind. Maar meneer de Bouffry heeft respect voor het verleden. Daarom zit hij in dit soort gebouwen. Ja. Toch, meneer de Bouffry? U heeft respect voor het verleden, voor de historie en voor de oude gebouwen. Ja. Kijk. En de bijvoorbeeld het CEO bij het Concertgebouw in Amsterdam. Ja, dat noem ik net. Daar hebben ze zo'n vleugel. Die vleugel. Ja. Ja, kijk. Nou, en daar word ik niet goed van. Nee, ik ook niet. Nou, we zijn het helemaal eens. Ik ben eruit. We maken het helemaal anders. Het plan is als volgt. We maken dit in. En dan houden we dit exact. Kijk eens, die gevel. Die projecteren we hier. En dan heb je er mee van alles verschoond. That's it. Ik ga eens even gek doen. Zo. Dus we gaan een chic lunchen, begrijp ik. Yes. Met de beste kok van Nederland, toch? En dan...